En vandaag mag ik eindelijk haar kamer filmen. Tijd voor een roomtour. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag en deze zaterdag gaan we beginnen met het maken van havermoutwafeltjes. Ik ging deze vlog beginnen met het maken van havermoutwafels, maar ik besefte me net dat dat niet gaat. Want mijn zus is nog aan het slapen en anders maak ik haar wakker. Dus ik heb flauwe yoghurt gegeten. En nu ga ik nog maar eentje eten. Dan ga ik denk ik mijn persoonlijke boekhouding doen. Vanmorgen heb ik mijn persoonlijke boekhouding gedaan en nu ga ik opruimen met een podcast op de achtergrond. Waarom is mijn haar zo modder gedaan? Officieel jongens, ik ben volwassen geworden. Ik heb deze vacuum bag gekocht bij Action en ik ga daar nu mijn onesies in storen. Let's test it out. Net yoga gedaan en nu ga ik mijn bananen havermoutwafeltjes maken zodat ik er klaar heb voor morgen. Al mijn plantjes stierven in een langzame dood. Dus ik heb ze allemaal een nieuwe plek gegeven. Eentje woont nog hier in de woonkamer. Ik ga laten zien waar ik de rest heb gezet. Mr. Grassy leeft nu hier bovenop mijn boekenkast. Naast Newt Scamander, dus die zal er wel goed voor zorgen. Hier woont mijn lepeltjesplant, die na zijn val op de grond toch wel goed aan het herstellen is. Hier woont aloe vera, die redelijk langzaam aan het doodgaan is. Hier woont er nog een zielige plant. Die plant staat hier gewoon nog altijd. Ik ga hem hier ook nog even laten staan. Dan gaan we nu wel wat water geven terug. En hopelijk lukt het hem dan om zich te herpakken. Deze plant staat hier. Deze IKEA plant staat hier. En mijn zus haar kamer. Ik had dat ladenplastic gekocht. En kijk hoe mooi, hoe goed mijn keukenlade eruit ziet. Maar vooral deze. Dus hij is echt veel ordelijker voor een momentje. Misschien weten jullie het al, maar mijn zus is een paar dagen geleden bij mij komen inwonen. En vandaag mag ik eindelijk haar kamer filmen. Tijd voor een roomtour. In haar kamer mag je enkel binnen op je sokken. Dus dat doe ik dan ook. Hier heb je zakdoekjes, klok, bed. Met een supermooi overtrek, varken. Haar kast met wieltjes. Mijn favoriete is op deze kast. Deze Ariel. Aan de zijkant hangen er eekhoorntjes. Eenhoorns. Hier heb je een zondromenvangerding. Dit is haar raam. Plantje. Kaars. Zij houdt van vanille, ik niet. Plantje, de niffler dat hem kan stelen, zakjes, mand met onesies en hier is haar kleerkast. En vroeger was dit mijn bureau. Samen
met mijn zus heb ik de film The Cinderella Christmas Movie gezien. Daarna heb ik nog wat gesimst. Mijn laptop voor het eerst. En nu ga ik slapen. Don't worry, I'm not naked. Morgen is het zondag. Morgen ga ik mijn dag beginnen met lopen, denk ik. Denk ik. Nu ga ik me omkleden. Tot straks. Helemaal ready. Net ook mijn handen een keer ingevreven met mijn handcreme. En dan zou ik nu hier lijken. Bad goals. Ik snap trouwens niet. Omdat ik nog nooit mijn dekentje onder mijn dons heb gelegd. Want het ziet er echt veel mooier uit. En het is zo comfortabel. Vandaag heb ik trouwens ook het oudejaarmenu voorbereid. En het zal volledig vegetarisch zijn. Ook voor de vleeseters. Maar ik vind het gewoon raar om zelf vlees te maken. Klaar te maken aangezien ik dat niet eet. Dus...